Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. En het wordt een weekvlog. Even anders dan jullie van ons zijn gewend. Maar ik ben doodziek. Ik heb oorontsteking. Waarschijnlijk nu een dubbele oorontsteking. Want deze begint ook. Ik ben verkouden. Dus ik heb heel weinig zin om eigenlijk te gaan vloggen. Maar anders hebben jullie dus niks. En het is vandaag zaterdag 23 december. Het is nou net 1 over 4 geweest. Ja. We zitten in de auto bij Ro. Hey, hoe toevallig. Hey, hij schat. Hey. En ze staan ook hier weer, zoals altijd, de kruisingen te blokkeren, jongens. Ja, altijd. Dat is handig. Ze weten niet hoe ze hier moeten rijden. Nee. Jee. Hey, lalala, ik wou net zeggen, goed zo. Met je T-Rock, dag. Doei. Ja, ga jij maar lekker daar naartoe. Jullie kunnen ook echt niet rijden hier ook, hè? Nee. Waarschijnlijk is het dan weer heel vol. Ik wil net zeggen, wat ga jij nou doen dan? In één keer op de zebra staan. Mafkees. Jeetje mina. En hier mogen ze er ook al waarschijnlijk niet eens in. Kijken. Nee, hier mogen ze er ook al niet in. Kijk. Allemaal pionnetjes. Dus waarschijnlijk is dus ook P4 vol waarschijnlijk. En anders P5 en dan gewoon beneden. En anders gewoon, nee. En anders ja, straks gewoon even eerst kijken op P4 als die open is. En anders beneden P5. Zo niet, dan is het de wijk in knallen. Nee. Ja, doorrijden. Ja, dat is te moeilijk. Dat is heel moeilijk hier. Ze kunnen hier ook allemaal niet rijden. Ja, ik wil net zeggen, je kan ertussen duiken hier. Oh kijk, die rijdt al niet door, dat is mooi. Goed zo. Echt, mensen weten niet hoe ze hier moeten parkeren. Maar oké. Dat is een, ik wou net zeggen, een kwestie van geduld. Maar nee, mensen hebben hier geen geduld meer bij de Westfield Mall of de Netherlands. Nee. Nou, joehoe. Nou, dat is ook niks voor jou. Dat is... Nee. Nee, helemaal niks. Ja, nee, dat is niks. Ja, ga je toch een keer en proberen? Nou, er is, wij hebben niks in en in voor ons in de bak. En Rode heeft een boodschapbriefje. Dat zie je. Yes. Yep. Kijk. Jee, precies. Jee, toppie. Ja, helemaal top. Dus we gaan even verder onze boodschapjes doen. Ja. Hier een dichte deur. Die mag niet meer daar blijven. Ik heb 4 stukjes kip verstopt. 1 is hier, dat is hoog. 2 zit daarin. De derde zit hier. En de vierde zit in het pakje. Even kijken hoe snel ze het kunnen vinden. Mijne. Nee, jij bent kleiner niet. Lofli, kom. Ga zoeken. Waar is het dan? Die vindt ze heel snel. Ga zoeken dan. Waar is het? Die vindt ze ook heel snel. Waar is het dan? Ga kijken. Ga zoeken dan. Waar is het dan? Ruik je neus. Ja. Bent al in de buurt. Goed zo. Het laatste stukje. Waar is het dan? Ga zoeken dan. Dat is het lastigste. Die zit hoog. Dan ben je al geweest. Waar is het dan? Ga zoeken. Waar is het? Kijk eens hier. Benen. Hoog. Benen.
Goed zo. Kom maar. Goed zo. Alle vier de stukjes ervan. Jordine, ben jij op de beurt? Ja. Ja, ga je weer verstoppen. Weer verstoppen. Zo. Jordi, kom maar. Nee, hier hem ook. Even achter. Jordi vindt al iets. Ja, gaat zo goed. Gaat zoeken dan. Waar is het? Waar is het? Ja, ga zoeken dan. Waar is het? Waar is het dan? Ga zoeken. Waar is het? Waar is het dan? Kom maar. Daar is het niet. Daar ben je al geweest. Kom. Jordi, kom. 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 Nee, niet tegen mij. Hekkie. Kom. Kom. Jordi. Jordi. Kom. Niet laten zien wat er mee de andere dames. Kom. Hoog. Kom. Ja, kom. Pak het. Pak het. Pak het. Hoog. Pak het. Ja, dan heb je het op de grond gegooid. Pak het. Pak het. Ga het pakken. Daar is het. Ga het pakken. Je kunt die pakken. Pak het dan. Hier. Ga pakken. Kijk eens daar. Ja, pakken. Goed, zo. Nou. Dan is Bolly aan de beurt. Hè? Ja. Ja, nou ben jij aan de beurt, hè? Ja. Ga maar kijken. Even pakken zo gevonden. Nummer 2 is gevonden. Waar is het dan? Ga kijken. Ga kijken dan. Ga kijken dan. Waar is het? Waar is het dan? Pak het. Waar is het dan? Waar is het dan? Ga kijken dan. Waar is het? Waar is het dan? Waar is het? Ga het pakken. Ga het pakken. Waar is het dan? Ga het pakken. Waar is het dan? Waar is het? Ga kijken. Pak het. Ga het pakken. Ja? Pakken. Waar is het kipje? Beste kip. Ga kijken dan. Zoek het. Ga het zoeken. Waar is het? Waar is het dan? Nee, daar is het niet. Ga het zoeken dan. Waar is het? Zet je daar weer op die zoek. Kijk hier. Daar is het. Ja. Ga het zoeken dan. Pak het kipje. Doe maar. Ja. Goed zo. Zit of zo. Het laatste stukje. Waar is het laatste stukje? Ga zoeken dan. Kom maar. Kom. Ja. Kom maar. Kom maar. Hoog. Kom. Kom. Wally. Kom. Wally. Bonnie.
Doe maar. Doe maar. Hoog. Wally. Hoog. Hoog. Ja, pak het. Pak het. Pak het. Ja. Doe maar. Hoog. Ga het pakken. Pak het dan. Ga pakken. Hoog. Toen viel het naar beneden. Ja, goed zo. Goed zo, kom maar. En toen was het alweer, namelijk zaterdag. Ik weet het niet. Ja, help. Ja, nee, het is zondag. Zondag hier. Kijk, check. Ja. Ja, en toen was het namelijk alweer zondag 24 december. En dat betekent dat het dus namelijk... Bijna kerst is. Kerstavond is, jongens. Kerstavond. Het is kerstavond. Kerstavond. Het is kerstavond, ja. Het begint om 6 uur. Het is kerstavond. Oké. Okay. Gewoon, maakt niet uit. Ik vind het gewoon, het is nu al lekker. Kerstavond. Okay. Ook al is het om... Het is voor mij, en zodra het donker is, kerstavond. Oké, okay. Heel prima. Best. Het is helemaal donker, dus kerstnacht. Ja, precies dat. Dus, en ik heb hier wat lekkers. En Rodi staat al te popelen om met zijn handen eraan te komen. En dit is dan voor de hondjes en dat is voor de katten. Dus daar mogen ze lekker op wachten. En we hebben hier spelletjes en kaarsjes staan aan. Ja, helemaal top. Hoe vind je het? Kaarsterig. Ja, hahaha. Grappig. Kerstterig dan. Ja, joh. Nou, en Beauty die heeft zoiets van, ik ga op de kabels liggen. Moeten we niet gaan doen hebben. Ja, nee. Opperen, dat is gewoon niet en niet daar en daar neer gaan leggen. Meneer. Ja, ja. Dus, dat. Ja. Dus ja, wij gaan er een leuke avond van maken. En we nemen jullie een beetje mee. We zijn lekker aan het jatseen, jongens. Heerlijk. Het gaat niet goed. Niet. Dus 1,5 hebben. Ja, ik heb 1,5. Yeah. Daar naartoe doen, die even daar. Ik iets heb meer uit. 1,5. Vorkje wel bewaren en het lepeltje ook. Wel zo handig. 15 punten daarvoor. Mag jij weer? Dat is mooi dat ik weer mag. Ja. Zo, daar gaan we. Doe ik even die even daar naartoe. Eén en vier hebben. En nu twee tweeën. Dus haal even dingen weg wat handig is. Nou, en, één, twee, vier. En wat ik nog moet gooien. Je moet niet al te veel uitleggen aan mij. Want dat onthoud ik niet. Dus die twee heb je nog nodig. Maar je kan ook nog een kleine straat hebben. Dus je moet eerst nu zeggen, oké, die moet je weer opnieuw gooien. Ja, want die, anders die is moet het... je sowieso opnieuw gooien. Oké, prima. Maar dan is het aan jou de vraag, wat wil je hebben? Ga je voor de... Voor de drie? Ja. Dan moet je deze twee gooien. Ja. Of ga je voor de twee? Dan moet je deze drie gooien. De kleine straat levert meer op. Dan moet je exacte drie gooien. Ja, dat en dat weet je nooit of je een exacte drie gaat gooien. Met deze twee. Kans op een drie is 1 op 6. Ja, dat snap ik allemaal niet. Keer 2 is... Au. Sorry dat ik dat misschien te hard praat, jongens. 2 uit 3 kan je dan gooien. Ja, dus... Dus gooi die maar dan. Probeer maar die drie. Welke? 3 te gooien. Deze? Probeer daar maar een 3 meter gooien. Mooi, als jij dan die even naar jou toe wil halen. En die pen weg. Ja! Ja? De kleine straat. En dan deze, niks meer? Je hebt een kleine straat. Je kan een grote straat van Beurten maken. Maar even kijken wat de kleine straat oplevert. Dan ga ik zo weer de keuken in. 30 punten. Oké. Ja, dus 3, 6, 10... Doe er 20 punten bij. Top.
Schat. Hi. Hi. Hoe gaat-ie? Ja, een beetje vochtig. Ja, buiten. Het regent. Maar, oké. Je hebt hier wat voor je neus staan. Want ik kon namelijk het allemaal gratis ophalen. Okay. Ja. Je krijgt nu een opdracht van mij. Luister. Ja. Ik heb hier eventueel twee bakjes staan. Ja. Je mag er ook eentje pakken en dan daar wat in doen voor morgenavond, voor op je werk. En je mag ook een deel alvast eten wat hier staat. Kun je gelijk een beetje proeven van, hey, dat en dat wil ik hebben. Okay. Ja? Interessant. Dus dit is juist voor morgen ook, voor ook op jou, op je werk. Oké. Okay. Ja? En wat is de opdracht? Huh? Wat is de opdracht? Nou, dat je dus even moet kijken, proeven van, oké, wat is wat? Want ik weet niet wat het allemaal is, want dat stond ook niet op en op de verpakking. Nee. Kijk, dit weet ik. Dat is biefstuk. Dit is kip. Dat is ook weer iets met kip. Dat is ook weer met kip. Dus je moet zelf even kijken. Okay. Ja? Ja, nou, ga je gang. Ik kijk wel even. Wat heb jij? Ja, straks. Eerst jij. Jij bent en belangrijker. Dat is iets met kip. En doe anders met saus erbij, eventueel, als je dat zou willen. Praat in de camera, hè? Dat is iets kipperigs, ja. Ja, nou. Dat is ook kip. Dit is kip, dat is kip, dat is kip. Sowieso. Kip, kip, kip. Dat is kip, inderdaad. Kip, kip. Kip nuggets. Dit is kip, dat is kip, dat is kip. Dat is kip. Een slaafvink lust jij niet, hè? Nee. Nou, kijk, dan pak ik een slaafvinkje, want daar was er twee van. Dit is ook kip hier. Ja, geef me, dat is slaafvink. Dit is kip hier. Dat is ook inderdaad kip, want er was heel veel kip. Dat klopt. Kip. Dit is een kip. Hoeveel kip ben jij? Eerst ga jij voor. Eerst jij. Zes kipjes. Eerst jij. Pak gewoon. Ik pak zes kipjes. Nee, hier, pak gewoon, alsjeblieft. Oh, oh. Beetje warm. Pak gewoon. Ja. En niet van zes, nee, pak gewoon. Ja. Je hoeft voor mij geen rekening te houden, want ik heb toch al vis. Dus. Ja, maar dan heb je geen kip, nu wel. Nee, ik hoef niet, schat, is voor jou. Ja. En anders kan je dat gewoon nu even eten, die kip, ook prima. Maar ga ook eerst even kijken van wat is nog meer. Dat is ook iets met kip en dat is allemaal kip dit. Wat heb je erop aardappel? Want ik hoor je niet, schat. Het leek op aardappel, maar het is kip. Ja, nou, dit is kip, dit is kip, dit is kip, dit is kip, dit is kip. Kip. Dit is kip, hier. Mm-hmm. En dit is gewoon gratis, hè? Sorry en voor het onsmakelijke geluid, jongens. Dat is een hamburgertje of zoiets. Moet je zo even kijken zometeen. Dit is kip. Dit is kip, dit is kip. Skip. Allemaal kleine kipstukjes. Nou, klein is het niet. Hè? Huh? Klein is het niet. En worstjes hoef jij ook niet, hè? Zeker. Die kleine worstjes. Die mag jij hebben. Die, en die pak ik wel zo. Pak je eerst gewoon die kippetjes eraf. Dat is iets met filet of zo. En dat hoort deze grote ook te zijn. Nee? Nee. Nou, dan mag die dus bij mij in dat kommetje, deze grote. Nou, zo moet je dus even een beetje delen. Wat is dit voor iets? Ja, dat weet ik allemaal niet, schat. Het stond niet op de verpakking dat ik het mee kreeg. Dat is wel lekker. Nou, dat is dus die. Nee, die heeft nog gedaan. Geef die maar lekker zo meteen. Lady, heeft ze wel verdiend. Dan heb jij dus nu deze pakken, die te pakken, die te pakken, die pak. Dat is die. Nee, dat is die. Dit allemaal. Leuk, hè? Zo'n... gratis pakket, hè, vanmorgen. Ja, dat is handig.
En geen en bedorven eten. Nee, dat scheelt aanmerkelijk. Ja, en dat is ook nog een kippie. Nee, niet. Nee, dit is een schnitzeltje. Volgens mij. En deze ook hier. Deze kleine hierachter. Dat is ook nog een kippie. Dit is nog een kippie. Dat is nog een kippie. Nee, ja, dat is... Die is anders. Deze is hetzelfde als deze. Maar dit is ook een kippie. Volgens mij. Mm-hmm. En dit zijn schnitzeltjes. Die en die lust jij zeker, deze twee. Dat weet ik. Ze staat toch tegen. Ja, want er waren er 3 van. Ja, klopt. En zo krijg je dus een grote, lekkere vleesmaaltijdbox. Gratis en wel. Lekker, hè? Handig, hè? Mm-hmm. Wat is dit zwarte? Dat is hamburgertjes. Oh. Kleintjes. Alleen het lijkt zwart, maar het is niet zwart. Okay. Het ging gewoon heel snel. Okay. Het is niet aan erg gebrand of zo. Maar gelukkig, hè? Dat zijn er maar 2 kleine hamburgertjes. En dit zijn ook weer hamburgertjes, deze. Die ook. Want dit is iets met iets andere hamburgers dan deze. Lekkere schat. Wat? Wat? Praat. Dat vind ik niet zo lekker. Doe het dan hier. En voor de klikjes. En dan moet je deze even proberen. Als je het niet lekker vindt, is het dit. Dan is het voor de dieren. Punt. Klaar. Zo moet je het ook doen, schat. En dan niet zeggen, nee. Als je het niet lekker vindt, doe je het daar. Klaar. Nou, dan gaat deze ook tikken op. Nou, en dan moet je deze nog doen. En dan nog deze checken. Dat is ook een hamburgertje. Nou, en dat zijn hetzelfde als deze. Okay. Nou, die kun je er ook in. Heb je morgen een lekkere box gehad? Hey. Voor ontbijt. Ah, dag! Ja. Voor ontbijt, gek. Lekker. Nou, dan mogen een van de dieren dit lekker opsmikkelen. Leed. Ja, prima. Dit is een dikkere, maar dit zijn biefstukjes. Moet je even kijken of hij goed gaar is. Dat zie je wel. Ja, en anders pak je... Ja. Laat Draakje eens even, hè. Dames. Nee, straks. Niet nu. Straks. Dat weet je ook. Dat wil ik niet hebben. Beauty. Boven. 1. Heel gauw. Dus dat. En Rodi gaat dit nog even bekijken. Wat hij wil hebben. Daar ligt dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen.